Vandaag surf en turf. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Deel 2 van onze Japanse of Aziatische kooksessie. Ik heb een weekje bij hem geslapen. Zijn vrouw is nu even weg. Even bijkomen. Ding levend gehouden. Wij gaan een mooi stukje ribeye maken, Jochem. Staat daaronder. Een mooi klein stukje vlees. Oeh. Nou, ribeye vind ik gewoon het lekkerste stukje vlees wat er is. Ik ook. Toch? Ja, ik ook. Ik beetje vind dat, vet. Veel smaak. Ik neem het altijd en overal. Ha! Helaas gaan we deze niet helemaal gebruiken. Denk jij? Want wij... Nee, dat is goed. Wij gaan die caveman-staal bereiden. Of zoals ik altijd zeg, de Neandertaler-techniek. Dus daarvoor moeten wij steaks snijden. Niet te dik, maar zeker niet te dun. Want die gaan rechtstreeks in de gloeiende kolen. En we hebben hier al een tijdje staan braaien. Dus bokken heet. Dit rooster gaat eraf. En gaan zo meteen in die kolen, in die gloeiende kolen, gaat het vlees. Met groenten, dat doe ik superveel, maar met vlees doe ik dat niet zo heel. Ik doe het overigens al wel heel erg lang. Dat is leuk. Ik doe het al heel erg lang in de caveman style. Daar wil ik toch even iets over vertellen. Heel veel mensen, en als in professionals, en zelfs mensen die regelmatig op tv te zien zijn, die zeggen, hey, ik doe dit stukje rechtstreeks in de kolen, bijvoorbeeld een longhaasje of zo. Want het hoeft maar heel kort, dus dan willen ze iets heel heet aanzetten. Maar het grappige is, zo'n stukje boven de kolen, op het rooster, is het veel heter dan in de kolen. Want in de kolen, je hebt gloeiende kooltjes, daar komt je vlees op, bam, je haalt in één keer die zuurstof weg. De infraroodstraling haal je weg, wat ook een hele hoop hitte is en garing. En het vocht uit het vlees maakt eigenlijk meteen dat eerste dunne laagje uit die kolen, die blust die als het ware gewoon. Dat is ook een beetje het geheim waarom van die gastjes met blote pootjes over die kolen kunnen lopen. Je haalt gewoon zuurstof weg en gloed en infrarood en dat soort dingen. Dus het grappige is, aan de zijkant zeg maar, van het vlees, waar de kolen gloeien, is het veel eerder verbrand, of daar verbrandt het soms, dan aan de onderkant. De onderkant gebeurt juist bijna niet zoveel. Met andere woorden, caveman-staal moet je juist een minuutje, soms twee minuutjes, langer in de kolen leggen dan dat je het zou doen op de kolen. Wist ik ook allemaal grappig, niet. Grappig, hè? Nee, wist ik allemaal niet. Kijk, leer je nog wat. Maar het geeft natuurlijk wel een hele mooie, het is sowieso gaaf om te doen. Je hebt geen roosters nodig en het geeft een hele mooie smaak. Oer koken. Twee steaks. Een 3,5 centimeter. Op het moment dat hij plat ligt, wordt hij toch wat. Kijk eens. Mooi, hè? En het is ook... Oh, jongens. Ik doe dit ook graag met ribeye, eigenlijk ook omdat er zoveel vet in zit. Want je kunt het wel doen met een stukje longhaas bijvoorbeeld waar nul vet in zit. Maar waarom zou je dat doen? Kijk, je hebt op een rooster gaat ook vet druipen. Ja. En dat komt dan weer in je kolen. Je krijgt vlammen, rook, een hoop ellende. En op deze manier krijg je die, dan druipt dat niet in het vuur, maar gewoon in jouw gedoofde kolen. Dus je krijgt veel minder flare-ups en dat soort dingen. Als mijn vrouw zegt dat ik te dik ben, zeg ik, om een goed stuk vlees zit een randje vet. Ja, zo is het toch? Dat zeg ik ook al jaren. Okay. Daarbij gaan wij ook granaaltjes maken. We gaan dus een surf en turf. Surf en turf. Even kijken, die moeten we eventjes, of misschien zou je dat willen doen, eventjes de granaaltjes pellen. Ja. Ik ben zo allergisch als de tering voor die dingen, tenminste voor de schalen. Oh, dat is okay. Heel gek. De schalen, dus bisque en bouillabaisse, daar word ik... niet goed van. Nee? Nee. De rest kan ik kan ze gewoon goed eten, de granalen zelf. En de oesters, maakt helemaal niks uit. Oh, ik vind dat... Dat is heel raar. Niets is lekkerder als ik dan op Texel zit. Ik zit veel op Texel. Dan gaan mijn kinderen gaan granalen vangen. De waddengarnaaltjes. En dan nemen ze mij naar huis en dan gaan we natuurlijk lekker koken en pellen. En pellen doe ik dan meestal 3 uur lang voor 2 toosjes. Maar ik vind niets lekkerder dan zo'n rauw garnaaltjes te nemen. Kijk, Japanners moet je altijd goed naar kijken wat die, en ook de Aziaten, wat ze eten. Ja. En die waddengarnaaltjes, daar zit een smaak aan, jongen. Dat is niet normaal. Even kijken. Deze gaan we lekker marineren, Jochem. Dan ga ik daar even... het is eigenlijk heel simpel. Dat gaan we meteen doen. Ik ga eigenlijk gewoon wat gembersiroop. Hoppakee. Vis moet zwemmen. Daarbij gaat ook... Oh, lekker, man. Rode peper. Dat is zoiets. Dat is toch wel zeker 1 rode peper. Beetje olie alvast. Knoflook niet te vergeten. En misschien wil jij dadelijk eventjes een paar teentjes knoflook snijden. Doe ik. Dan ga ik even ondertussen iets anders doen zo. Zoiets. En dan wat peper en zout alvast. Zo, peren. We gaan een barbecue saus maken. Oh ja. Daar kijk ik naar uit. Hoppakee, peren.
Ja, sorry. Ja, je weet, in België is toch handperen iets heel anders, of niet? Of is dat... Ja. We kunnen het even aan onze... Ik kijk even naar onze Belgische cameraman. We hebben een cameravrouw, hè. Oh, excuses. Ja. Het lijkt, we zo het lijkt een cameraman, maar het is een heel dik, lelijk wijf. Handperen. Iets wat vrijgezelle pubers in België graag doen. Maar fijn. Ik duik even onder de tafel. Geef mezelf een gele kaart. En ik... Ik pak jouw mes en ik ga eens even een knoflookje maken. Dit zijn lekkere mesjes, ja. Goedemiddag. Kijk, wat ik dan altijd doe, dan pak ik een klein bakje, die liggen hier klaar. Dan heb ik zin. Godverdomme, slim. Dat is echt heel slim. En wat is het verhaal dan altijd met ribeye? Of met als jij op de caveman stijl doet, dat je dan de dat het dan het as. Ze hebben het altijd over as, dat er dan heel veel as op de kolen zitten. Ja, dus zul je daar zien, dat is heel weinig. Maar dat heeft te maken dat het goed heet moet zijn. Ja, dus je moet altijd zorgen dat je een rood gloeiend bedje kolen hebt. Ja. En dan heb je daar geen last van. Zo, nou pakken wij een skillet. Die maken wij weer goed heet. Oeh, skillet. We gaan weer op het vuur zetten. Oh, zet jij weer een blokje knop? Even een motherfuckertje erop. Even er. Olie in. En dan gaan we onze peertjes daar zo in bakken als die warm is. En dadelijk voor die Neandertaler. Het is ook super belangrijk dat... Kijk, deze kolen zijn veel te groot. Je hebt nou dus, als die ribeye erin ligt, zul je zien, dan ligt die zo. En dan zit die dus, sluit hij dus niet af. Dus overal wat niet onder een kooltje ligt, dat gaat dus verbranden. Daarom wil je ook een gelijkmatig bedje met kleine kooltjes. En wat ik ook nog vaak zie, is dat mensen dan die cavemanstyle gaan doen en doen ze een deksel dicht tijdens die cavemanstyle. Dus dan heb je bijvoorbeeld een keramische barbecue en dan kooltje gloeien goed. Flikkers daar een tomahawk in of weet ik veel wat. Ja. En doen ze een deksel dicht. Maar wat gebeurt er op een kamado? Al die zuurstof gaat weg. Die kolen stoppen met gloeien en je houdt gewoon een oven over. Oh, shit, veel minder hoge temperatuur. Dus dat heeft eigenlijk ook niks... Ja, je kunt het caveman-style noemen omdat je geen rooster hebt, maar je wil eigenlijk gebruik maken natuurlijk van de kracht van die kolen natuurlijk. En die hogere temperatuur die je gewoon in die omgeving krijgt. Goed zeg. Wat ik wel zo mooi vind is dat je dit soort dingen dus ook gewoon op een kampvuurtje kan doen. Ja, precies. De peren in de pan. De peren in de pan. Dit zijn de peers toch? Of deze wil je toch gaan? Ja, de peren in de pan. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar heet. Ik vertelde eerder, als die steaks uit de kolen komen straks, dan pas gaan we ze marineren. In de marinade. En dan doen we een soort van die sojabouillon. Een beetje geïnspireerd op die dashi. Hè? Je weet wat dashi is, hè? Ja, die ken ik. Ja. Ja, voor de mensen thuis. Voor de mensen thuis. Voor de mensen thuis. Dashi is wordt eigenlijk gemaakt van kombu. En kombu is weer een zeewier en van bonito flakes. Hè? Van gefermenteerde, gedroogde en gerookte bonito. Ja, een soort makreel, tonijnachtige. En daar wordt de bouillon van gemaakt. En dat geeft ook dat rookachtige. Nou, ik doe het eigenlijk veel simpeler. Ik neem een kippenbouillon. Dat is weer een beetje die saus die we straks hadden, die taren voor die kippenhuidspiesjes in de vorige aflevering die je hier terug kan kijken. Hier, ik zie het. Hier staat hij. We pakken gewoon een kippenbouillon en dan gaan daarbij die sojasaus en... We doen het even opnieuw, jongens. Wat hebben we erin zitten? Wat zat in? Dus kippenbouillon. Juist. Daar zat in. Sake. Weet je het nog? Ja. Sojasaus. Mirin. En mirin. Ja. Of iets minder, dat weet ik niet meer. Ik weet niet of er meer of minder in zat. Ik heb de eerste gele kaart weer van vandaag. En dan heb ik nog iets. Om die rooksmaak een beetje terug te krijgen. En dit is wel heel grappig. Dat is echt leuk. Wij nemen een gloeiend heet kooltje. Nee. Oh, die zit vandaag. Nee. Ik denk weer voor mijn beurt. Nee, sorry. Nee, joh. Kotje, man. Nee, joh. Die gaat hier. Nee, joh. Die gaat dus in die kippenbouillon. En jij weet nou niet wat er met die kippenbouillon, met die smaak. Nou krijg je echt die houtkoolsmaak. Goed, een beetje dat gerookte, dat komt er nou in. Dit laten we eventjes trekken, als in... Meesterlijk, joh. Tussen de 5 en de 10 minuten. Ja, moet je ruiken al. Wow. Dit is een bijzondere geur, hè? Ja, nou, bizar. Dus deze geur, die ruikt nou gewoon, ja, noem het kippenbouillon, maar ook rook, hè? Meesterlijk. Gaaf, hè? Wat een goede truc. Dus dit is een beetje om dat dashi-effect een beetje te creëren. Om dat rokerige aan te krijgen. Voor de rest hebben we toch dat zout van die teriyaki-achtige saus.
Meestelijk. Dus dit zeven we dadelijk eruit. Deze komt hier straks bij. En dat is dan onze marinade. Als het vlees uit de kolen komt. Nou ja, nee, ja, ik had er niet op gerekend dat ze dus echt zo zouden worden. Dus deze moeten echt super, super kort. Maar, wat zeggen ze altijd? Een twijgje kiet op meer dan een boomstam. Zeg maar vrouw tenminste altijd. Ah, fijn, dan knip dat maar uit, zeg maar. En nu gaan we er even een matje van maken. Een garrilmatje. Ja, dat ken je wel. Denk ik. Toch? Het zegt mij niks, maar ik laat me verrassen. Oh, ik weet wat je bedoelt. Ja, met twee dingetjes. Precies. Dat je gaan, ja. Want anders dan gaan deze dus geheid door het rooster pleuren. Dat is heel goed gelukt. Ik ben Mikado aan het spelen ermee. Daar zitten we dan, met de gebakken pinjen. Ja. Hey, toffe pin ben jij, man. Oh, dit was rood volgens mij. Ja, dat is rood, maar ik kreeg geen vissen lullen van je. Maar normaal gezien zou je met rood zou er afgezien zijn. Nou, je mag een douchen. Godzien mij. Legendarisch. Ja, even zeven. Wat een meestelijke truc. Oh ja, dat heb ik ook vaak gedaan. Ja, hè? Zo, en dan heb ik bouillon gemaakt, 6 uur getrokken. En ik vergeet er iets onder te leggen. Heb ik echt een paar keer meegemaakt. Je denkt bij jezelf, hij lult het, maar zeg zo. Dan heb ik alleen de groenten nog over. En de bouillon is door de gootsteen heen. Dit was 300 milliliter. Dat hebben we niet helemaal nodig. Dus een klein beetje kan terug in het bakkie. Dat we zo'n, wat is dit, 150 overhouden. Ja. Een beetje. Nou gaat dit mengsel erbij. Dus van tevoren ingekookte sojasaus. Zo is het. Mirin. Sake. Ja, dat is hem. Oh, ik ben benieuwd. Moet zout smaken. Spectaculair. Echt spectaculair. Ja. Zo lekker zeg. En dat pitje is ook lekker erin, hè? Het pitje. Oh. Ja, dit wordt... Hij heeft toch geel, hè? Dat is een gevaar. Als je heel veel training hebt gemaakt, dan... Nou ja, fijn. Ga verder. Goed, dit is onze marinade straks. Dit doet dadelijk wonderen op dat gegrilde vlees. Let op. Hij moet gewoon lekker gekarameliseerd zijn, die peren. En nu mijn vraag aan jou. Ik mag over de vraag stellen. Nou, zijn er heel veel meningen verdeeld over of je van tevoren inderdaad... of pas achteraf moet peper en zout erop doen? Moet je van tevoren gaan peper en zout doen en dan op de ding? In dit geval sowieso helemaal geen peper en zout. Nee. We hebben nou die mooie, wat is het? Ja, sojabouillon. Ja, ja, ja. Ik vind als je het in de pan doet, vind ik persoonlijk, hè, als je het in de pan doet en je hebt een ribeye, dan zou ik het van tevoren doen. Want dat vet wat je zo gaat smelten in de pan, dat is dan meteen op smaak. Ja. En je draait het ding dan een paar keer om, dan heb je een heerlijk zuurtje, gewoon al meteen gewoon mooi. Op een grill wil ik juist vaak met fleur de sel bijvoorbeeld, weet je, dat grove zeezout, mm-hmm, maar wel ja, zachte tanden. Of iets van saltflakes of zo. En dan heb je mooi dat gegrilde smaakje. En dan kun je achteraf lekker een beetje zout naar smaak toevoegen. Ja. Dat is het. En voor de rest is het het vocht wat eruit komt. Als je zout doet van tevoren, dan moet je het eigenlijk heel snel doen. Dus zout erop, bam, op de grill. Ja, want anders dan komt er meteen het eerste laagje. Een klein beetje vocht komt er gewoon uit. Dat is maar een beetje hoor. Maar dat geeft een minder mooi korstje. Dus als je het meteen doet, krijg je juist een heel mooi korstje. Zat die knoflook trouwens daar al bij of heb je die mooi gesneden en dan niet ingetiefd? Nee, belangrijk is dat je ook de knoflook bij de marinade voegt. Heel veel mensen vergeten dat, doen het pas het kwartier na afloop. Maar je kunt het beter gewoon meteen doen. Hè? Top! Goeie dingen. Ah, heerlijk. Het zijn vieze blaadjes, zeg maar. Zo is dat. Het wordt steeds erger hier. Knal hem erin. Hallo? Jongen. Ja, dat doen we. We moeten eigenlijk zorgen dat we genoeg gloeiende kolen hebben. Dus eerst op de gloeiende kolen, maar dadelijk als we hem omdraaien, moeten we nog steeds zorgen dat we een bedje hebben met gloeiende kolen. Dus je moet goed oppassen waar je hem neerlegt. Dus, die van mij die gaat hierop. Ja, daar wou ik hem ook op plaatsen. Oh, nee. De... Fucking mooi. Dat is toch een schitterende manier van koken, dat ben ik serieus. Schitterend. Fuck, jij wordt niet zenuwachtig nu, hè? Grappig. Jij wel? Ja, ik word er helemaal zenuwachtig van. Dan denk ik, het is al te ver. We moeten gewoon zorgen dat dit lekker rood gloeiend blijft. Dan kan hij dadelijk hierop. De peren gaan eraf. Die mogen inderdaad. Dus kijk uit. Even zonder de olie. Kijk uit. Je kijkt gewoon wat er gebeurt. Dus dit waren wel flinke jongens. Dus die moeten natuurlijk niet te kort. Nee. Even kijken of dat allemaal in het bakje past. Oh, goed zeg. De more. Ja, dat past precies. Gaat er iets boven lekker eten?
Okay, weinig. En nou gaat die kimchi base erin. Mm. En voor de mensen thuis, dit is een basis. Nou ja, zo maak je versnelde kimchi. Dus met gefermenteerde knoflook, rode chilipepers, gefermenteerde bonito, al die dingen. Kun je bij de toko halen trouwens? Kun je bij de toko kopen. Dit is die van jou. En dan zie je, moet je dat even voor de camera doen. Ja joh, ga met je handen die kooltjes eraf halen. Ja, dat kunnen we allemaal. Ja, we hebben een gloeiend kooltje hier. Precies gewoon, wat je zei, die zijkanten gaan hard. Ja, precies. En dit is gewoon, ja, grappig. Rauw. Dus nou moeten we dus een nieuw plekje vinden. Ja. Hier dus, die gewoon goed gloeit. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Je zei precies wat er gaat gebeuren. Je zei de zijkanten, die doen moeilijk. En de rest, nogmaals, een waarschuwing. Ga geen slippers. Sorry. Als je gaat barbecuen. Dat kooltje kwam 2 centimeter van meteen vandaan. Daar gaat hij. Kijk, nou ben ik wat minder zenuwachtig. Niet normaal, hè? He? Dus deze is ook klaar. Oh. Doen we die even in een bakje. Waanzinnig lekker. Dus deze is nu medium rare. Goed, dan gaat hij eraf. Wauw. En dan doe je meteen die marinade eroverheen dus. Ja, en als iets warm is, dan zuigt het ook meteen. Die marinade op. Fijn. Het is oké, okay. Sorry. Ik ben net als thuis, zeg maar. Getrouwd. Afijn, ja. Waanzinnig. Kijk, hier komt nou een bak smaak in. Joh. Dus hij moet toch rusten. Wauw. En dat, doen we ook, dat doen we ook bij de braai hier. Kontje eraf. Als je een grillplaatje hebt thuis, een plancha, dan kun je die bladen trouwens mooi meebakken. Super. Hint. Ik heb geen plancha bij de hand. Want dan in de plancha ja, worden ze zo spinazieachtig, toch? Precies, en nu verbranden ze echt gewoon door op het rooster. Dat heeft heel weinig zin. Beetje olie erbij. Beetje olie. En dan gaan we dadelijk op het allerlaatst. Ja, we hebben nog de garnaaltjes doen. Garnaaltjes! Hebben we omgedraaid? Nee, nog niet. Dat is me niet gelukt. Ja. De asperge nog gaan, ja. Precies. Als je een beetje gas geeft, de paksoi is klaar. Groenten op de barbecue is toch een van de allerlekkerste dingen die er zijn. Dat vind ik echt. Top. Aspergetjes kunnen eraf. En nou had jij nog een goed idee. Ja, ik had nog een goed idee. Nou, vaak degene met wie je bent, die steek je een beetje aan. Nou, in dit geval vergeet ik altijd alles. In dit geval was ik de noedels vergeten. Ook wel leuk als je een hele maaltijd maakt, dat je ook noedels erbij hebt. Maar dan zeggen mensen, hoe maak je noedels? En hoe kan je er gewoon buiten blijven staan? En niet erbij dat je de waterkoker moet pakken en alles noedels. Dat doen we op de braai. Gaan we noedels maken. En eigenlijk is het een heel simpel systeem. Je pakt een skillet. Je doet er water in. Niet te veel. En eigenlijk leg je die skillet gewoon. Met gevaar voor eigen leven. Op. Hanna! En het handige is als je een theedoek gebruikt. Dan leg je hem op het vuur neer. Kijk. Dan wordt het heel snel heet. Wacht je tot het water kookt. Hier gaat, over de pak soja, gaat een klein beetje sojasaus en wat sesamzaadjes. We gaan over de... Waanzinnig. Asperges. Ook dit hoeft maar heel kort, hè? Zo'n kanaaltje. Minuutje per kant, anderhalf, maybe. Goed man, in een paar minuten kunnen we eten. Ik pak even de borden erbij. Ga je even de noedels afgieten? We gaan even de noedels afgieten. Kijk. Dag lekkere noedels van, hè? Wat prachtig. Heerlijk. Wij gaan snel een bordje opmaken. We gaan een bordje opmaken. Shit. We gaan de noedels even op smaak maken. Dat doen wij met een beetje sojasaus. Een beetje sushi-azijn. Dat moet toch wel lekker zijn. Zo ziet mijn haar eruit 's ochtends, als ik er best heb. Ja. Zo ja? Ja. Nou jongens, we pleuren het gewoon een beetje bord. En dan zeg je dat hij erop pleurt, maar vervolgens ziet het eruit alsof je in een 3-sterren tent eet. Het is altijd hetzelfde bij jou. Ik pleur het erop inderdaad, maar dat is een ander verhaal. De saus. Hoppakee, saus. Zullen we even een lapje pakken? Graag. Kijk even. Mag ik? Ja. Kijken we waar de naad zit. Dan zien we dat hij zo loopt. De naad. De naad. De draad. Ja, de draad, ja. Wat zei ik dan? De naad. De naad, ja. Zo, dit is iets anders. Dit houden we dan kijken we waar de naad zit. Dat is alsof ik op een hele andere plek sta. Meestal kijken we waar de naad zit. Zat de meeste gewoon te kijken. Staat toch een beetje zenuwachtig heb ik ervan. Maar kijk eens even, vriend. Hè? Hey, jouw geduld heeft toch iets... Ja, prachtig. Hé? Hey.
paard cuisson. Cuisson. Perfect. Gaat er iets beter dan... Oh, wat is dat lekker. Zo, doen dan gaan nog een garnaaltje of drie op. Daartussen en daarbij. Een beetje van het lente-ui gebeuren. Oh, man. Oh, die marinade is... Oh, die is nog lekkerder nu. Dit is hem. Beste kijkers. Lekker, man. Beste Jochem. Wij gaan hiervan genieten. Mensen. Ik zou zeggen maken. Ik zou zeggen zeker maken. En, superleuk. En duimpjes, dat vergeten we heel vaak te zeggen. Of duimpjes, dan moet jij abonneren. Abonneren hieronder, duimpjes, reacties. Dat soort dingetjes. Toch, hieronder, duimpje. Dat, nou ja, je weet wat ik bedoel. Al die dingen. En als je nou afvraagt, wie is die gast naast mij? Dit is Jochem Meijer. Kun je googlen? Dan vind je ook nog iets van hem terug. Hé? Zo krijgen. Hé, hey, was leuk. Man. We gaan er aan beginnen. En bedankt. Hè? Ik moet gewoon alles tegelijk nemen. Ja, maar dat is toch de gouden truc ook, ja. Met Surf en Turf. Toch? Eerst even voor het stukje ribeye. Kijk dan, jongens. Mm. Ja. Je was al getrouwd, hè, zei je. Oh, fuck. Ik heb nog een plekje dinsdagavond. Vandaag ga ik samen met Ralf koken. Chris Segers. Hey. Nee, slecht. Ja, maar beginnen. Schitterend. Want als het warm is, dan zuigt het als een gek zuigt de marinade op. Helemaal top. Hoe dat, leuk is het? Sorry. Nee, het is jouw YouTube-kanaal. Ja, nee, ja. Het is jouw YouTube-kanaal. Mag je dit zeggen? Nee.